Dit is de officiële ingang van de bioscoop, speelparadijs, escape room, VR en de laser game. De ingang komt aan deze kant en dan komt iedereen die meldt zich hier bij de receptie met de activiteiten wat ze gaan doen. En dan worden ze verder verwezen waar ze naartoe gaan. De verwachting is dat we 1 augustus open gaan. Dat hopen we echt. Dus we zijn hard aan de slag, zowel achter de schermen als op de bouw. Om die opening te halen. Er was ooit nog even een sprake van dat er een casino zou zijn. Vind je het jammer dat er nu geen casino is? Nee, wij gaan gewoon starten met Kok Cinemax en Kok Experience. En we zien wat de toekomst brengt. Kun je iets vertellen over waarom het gebouw er zo uitziet? Waar heb je je door laten inspireren? Het gebouw zelf is ontworpen door Meccano-architecten. Zij staan bekend om een bijzondere architectuur. Dus je ziet het ook wel terug aan het gebouw qua vormen. En we hebben ook heel erg gekeken van hoe kan je ook warmte uitstralen. Dus vandaar dat het een combinatie is van grijs met messing gold. En dit laten we zo meteen ook helemaal terugkomen in de huisstijl. Wat je binnen ook terug gaat zien, zeg maar. Wat moet er nog allemaal gebeuren voordat jullie open kunnen? Er moet er aardig wat gebeuren. De buitenkant is zover en binnenin de vloeren, de toiletten en alle meubels. En heel veel elektriciteit gaat er nog in gebeuren. Dus dat worden een spannende 6 weken. Ja. Ja. Lukt het ook om personeel te vinden? Ja, het is zeker lastig in deze tijd om nieuwe collega's aan te trekken tot je bedrijf. Helemaal omdat het natuurlijk helemaal opnieuw opstart. We zijn begonnen met sollicitatiedagen en de eerste 50 collega's zijn aangenomen. Maar we kunnen er zeker nog heel wat kandidaten bij gebruiken. Dus de sollicitatiedagen, daar kan iedereen zich nog op inschrijven.